Hier voor ons zien we de Oregon 57T. We hebben nog niet de tijd gehad om een uitgebreide video review te maken, maar wat we in dit filmpje willen laten zien is live geocaching. Wat in ieder geval belangrijk is, is dat je even je telefoon hebt gekoppeld via Bluetooth. De Oregon kan dan de internetverbinding gebruiken van je telefoon, waardoor die dus live is. Nou, we zitten hier in Moordrecht. Met het naar het geocache scherm gaan, is die leeg. Nou, we hebben internetverbinding. Hier zie je een soort refresh knopje op de kaart. Als we daarop drukken, zie je dat hij even aan het zoeken is. En op dat moment zien we geocaches op de kaart verschijnen. Je krijgt eigenlijk de dichtstbijzijnde caches te zien. Eventueel is nog een filter daarop toe te passen. Ook mijn gevonden caches kan ik nu weer laten geven. Wat ik ook kan doen is een stukje naar een andere plek op de kaart scrollen. Op het moment dat ik daar de punaise neerzet en ik zeg, nou, ga daar even zoeken, krijg ik hier ook de caches te zien. Nou, op dit moment wordt er nog niet veel data verbruikt via mijn verbinding, want hij haalt eigenlijk alleen de posities op. Op het moment dat ik zo'n geocache aanklik en ik wil hem bekijken, zie je dat de geocache informatie wordt aangevraagd. Dus nu heb ik de meest actuele informatie van deze cache, inclusief de laatste reacties die er beschikbaar zijn. En ja, ik kan gaan cachen. Alle informatie is beschikbaar, inclusief de hint. Ik kan hem vastleggen en ik kan ook live gaan loggen als ik zou willen. Andere mogelijkheid van het live geocaching is dat ik mijn lijsten kan opzoeken. Daarmee worden eigenlijk de queries ook bedoeld, dus als ik wil kan ik gewoon mijn thuisquery binnenhalen. Maar ik denk dat deze functie, gewoon net de plekken binnenhalen van actuele caches, een erg interessant is. Zeker als je ergens onderweg bent, in het veld staat en je wil kijken of er nog caches in de buurt zijn. Ja, ik word hier wel vrolijk van als geocacher. Binnenkort meer filmpjes van dit mooie nieuwe toestel. Bedankt voor het kijken.